Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En in deze video wil ik graag een DIY laten zien van de Mappyful posters. Of Mappyful. Ik weet niet precies hoe je het moet uitspreken. Maar het zijn die posters van dat je dus je stad of je dorp kan invoeren. En dan krijg je daar zo'n landkaartje van en de coördinaten van, ja, de coördinaten van waar dat ligt. Dat leek me dus echt super leuk om te kopen van Nijmegen of van Seoul. Alleen het kost $60. $60! Ik vond het gewoon veel te duur. Dus ik dacht, ik ga gewoon zelf aan de slag. En ik vond het eigenlijk best wel goed geworden, best wel mooi. Dus ik dacht, ik deel het met jullie, zodat jullie het ook zelf kunnen maken. Ik zal even laten zien. Ik weet niet of het duidelijk is, maar dit is dus de poster die ik heb gemaakt, gewoon op A4 formaat. En ja, ik wil graag laten zien hoe ik het heb gedaan. Nou, om te beginnen ga ik naar Mappyful zelf om daar vast mijn stad in te voeren, Nijmegen. En ik kies een van de 4 designs en degene die ik ga maken, dat is de moderne design, deze. En zo is hij uiteindelijk dan geworden, dus dan ga ik nu laten zien hoe ik dit heb gemaakt. Eerst ga je natuurlijk op zoek naar een kaart van jouw dorp of van jouw stad. En ik had stiekem al een beetje gekeken naar wat handige kaarten. Ik wil natuurlijk niet te veel spul op de kaart. Nou, opslaan doe ik niet. Ik kopieer hem gewoon en dan plak ik hem in Photoshop. Heel even kijken naar het formaat en hoe ik hem graag erop wil hebben. Ja, gewoon een kwestie van passen, meten, vergroten en weet ik veel wat. Nou, als je hem dan eigenlijk hebt hoe je hem wilt, dan is het tijd om hem zwart-wit te maken. En het is super handig. Je kunt met alle kleurtjes een beetje spelen hoe je hem precies dan, ja, zwart-wit wil hebben. In welke tinten, wat moet meer opvallen, wat niet. Dan wordt het tijd om het vervaagstuk te doen. En daar zoek ik eigenlijk ook gewoon een afbeelding voor. Ik typ gewoon vervagen naar wit in. En deze had ik al even voor gespiekt welke ik ging pakken. En dat is deze. Die kopieer ik ook gewoon. En deze gebruik ik 2 keer. Ik zoek daarom eerst het midden op van het blad. Ik kan heel handig met de linealen. En dan plak ik hem erin, zet ik hem naar het formaat dat ik hem wil hebben en ik zet hem ook rechtop. Nou, als ik hem eenmaal heb staan hoe ik hem wil hebben, dan is het simpel een kwestie van dupliceren. En ja, dan gewoon naast elkaar zetten. Natuurlijk wil ik ze niet zo hoog hebben, want anders zie je helemaal niks meer van de kaart. Ik selecteer ze daarom ook en schuif ze wat naar onderen. Nu is het natuurlijk al wel een vervaagde afbeelding, maar het kan natuurlijk geen kwaad om even met het gummetje er langs te gaan dat de lijn iets soepeler wordt. Dus dat doe ik bij beide. Bij beide afbeeldingen gum ik gewoon een beetje. Ja, ik weet niet, ik doe maar gewoon wat. Dan is het tijd om te gaan typen. En ik doe spaties tussen de letters, want bij het origineel zijn de letters ook iets verder uit elkaar. Het lettertype dat ik gebruik is trouwens Roboto. En ik kies dit lettertype eigenlijk voor heel veel dingen. Ik vind het een heel mooi en fijn lettertype. Ik heb niet echt specifiek iets gekozen waarvan ik denk van wow, dit lijkt op het origineel. Maar gewoon iets wat ik zelf erg mooi vind. En dat raad ik uiteraard ook iedereen aan. Nou, als ik Nijmegen precies op de plek heb van waar ik hem wil staan, wordt het tijd om Netherlands te typen of Nederland. Doe maar gewoon lekker wat je zelf wil. En het handige aan een Roboto lettertype vind ik trouwens dat je echt super veel opties hebt. Dus bijvoorbeeld voor Nijmegen heb ik hem in medium gepakt. Voor Netherlands pak ik hem in light volgens mij. Nou, de tijd om de strepen te maken. Ik maak gewoon 1 hele lange streep in hetzelfde grijze kleurtje als het lettertype. En die zet ik dan om in pixels. Want als je hem omzet in een laag van pixels, dan kun je erin gummen en stukjes verwijderen. Dus zo verwijder ik de stukjes ertussenuit en aan de zijkanten, zodat het eigenlijk lijkt op 2 kleine streepjes. Maar het is eigenlijk gewoon 1 grote met eruit gehapte stukken. Nou, dan wordt het tijd voor de coördinaten. En daarvoor moest ik toch echt even spieken op de website. Want dat weet ik natuurlijk niet uit mijn hoofd. En ook deze typ ik weer met Roboto. En ook in dezelfde kleur als Nijmegen, Netherlands en de streep.
Nou, even kijken naar welk formaat ik mooi vind. Dan zet ik hem in het midden. En ik wil het eigenlijk iets lager hebben. Dus ik selecteer alle tekst en de strepen uiteraard. En ik was nog niet helemaal tevreden over de afbeelding. Ik stoorde me namelijk heel erg aan dat Nijmegen dat daar zo overduidelijk staat. Dus ik gebruik de dupliceer de stempel tool. Haal ik Nijmegen gewoon weg. En dan ziet het er al een stuk verzorgder uit. Heel even kijken of het een beetje lijkt. Bij Mappyville zelf hebben ze iets meer ingezoomd op het centrum van Nijmegen. En ik vond dit zelf wel gewoon heel leuk. Dus Nijmegen, je ziet het. Obviously. Dat was dus de DIY van deze poster. Ik hoop natuurlijk dat je er wat aan hebt gehad. En ik zou het super tof vinden als je er zelf ook in maakt. Dat je dus het ermee laat zien. Je kunt gewoon mailen naar info@suzanneblok.nl. Of mij erin taggen op Instagram. Of als je een snap naar me stuurt. Zou ook tof zijn. Want ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig of het bij iedereen lukt. Want ik heb natuurlijk geen flauw idee of iedere dorp of stad een fatsoenlijke kaart heeft. En ja. Gewoon heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vergeet vooral geen duimpje omhoog te doen. Abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doeg!